In de bibliotheek van Zandvoort, op de Louis Davids Carré, tref ik hier meneer Gerard Delft. En u heeft de tekst van het boekje geschreven en die tekst die luistert naar de mooie naam Tom en de Formule 1. Wie is Tom, Gerard? Tom. Tom is een jongen van een jaar of 11. Een jongen die een wedstrijd gewonnen heeft en daardoor op het circuit rond mag kijken. En omdat het een racefanaticus is, ja, daar ook ja, intensief, zeg maar, alles wat hij nog weten wil, wordt aan hem verteld. Okay. Zodoende is hij de hoofdpersoon van het boekje. En kan ik daardoor ook op een leuke manier het in een verhaaltje verwerken. Want er komen natuurlijk een aantal gegevens voor kinderen komen in zo'n verhaal vrij. Dus dat is Tom. Dat is degene die ja, het verhaal een beetje leidt. Ja, maar u zelf, want u moet ook belangstelling hebben voor dat hele gebeuren. Anders zet u zich misschien niet in voor het schrijven van het boekje. Of is dat zomaar toevallig gekomen? Nou, mij heeft ook, zoals zoveel, de Max-mania gegrepen. Ik ben toen steeds meer geïnteresseerd geraakt in de racerij. En gezien wat een geweldig circus dat daar omheen is. En ik had het geluk dat vlak mij in de buurt de trackmanager Nick Oldeluttinghuis woont. Daar kon ik ook veel vragen aan stellen. En daardoor raakte ik meer en meer geïnteresseerd. En ik merkte ook, omdat ik nog lesgeef op scholen als invaller, dat de spreekbeurten van de kinderen begonnen van Johan Cruijff een beetje af te dwalen naar Max. Ja, precies. En ja, dan is het voor kinderen ook leuk als ze wat gegevens op een makkelijke manier, nou ja, makkelijk, ze kunnen natuurlijk altijd internet gebruiken, maar dat die een beetje bij elkaar staan voor de kinderen. Dus daar dacht ik ook aan, om een beetje behulpzaam te zijn in het vinden van allerlei racetermen die je zo zondags, als je naar de race kijkt, hoort en om je oren vliegen. Leuk initiatief en ja, voor de hele jeugd van Zandvoort leuk natuurlijk. Ik hoop het. Dat, ja, iedereen mag hier, heb ik begrepen, gratis een boekje komen halen in de bibliotheek. Ja. En ook op andere punten waar het boekje wordt gepresenteerd. Zeg maar. Ja, dat is ook de bedoeling. Nou, zijn de tekeningen, dat is rijk geïllustreerd. Tekeningen zijn gemaakt door Cornelis van Meurs. Ja. En die meneer is er niet meer? Nee, die is helaas enige tijd nadat de tekeningen klaar waren, is die overleden. Oké, okay, ja. Dat was bij de buurtpaal. Ja. Dat is een trieste zaak. Gelukkig heb ik nog mooi en fijn met hem mogen samenwerken en ook gemerkt hoeveel plezier die had in die samenwerking. Ja. En ja, meneer was tekenaar van zijn beroep? Hij is kunstenaar. Kunstenaar, ja. En, tenminste, ik vind het een kunstenaar. En nou, zo afficheert hij zichzelf ook, denk ik. Of afficheerde hij zichzelf ook wel. Maar nou, wat hij heeft gemaakt is, ik vind dat het boekje optilt. Ja. En wat was uw arbeidszame leven? Ik heb 40 jaar in het basisonderwijs, basisschool gewerkt hier in Zandvoort, waarvan 21 jaar als directeur en de laatste 10 jaar weer gewoon als leerkracht. Ja. Ik ben nu 74 en af en toe val ik nog even in als ze me nodig hebben, want ja, laat je toch niet los. Nee. Je blijft jong buiten. Ik hoop dat u me jong blijft zien, ja. Nou, ik vind het heel leuk even met u gesproken te hebben. Dank voor het interview. Geen probleem.